Altijd fijn om zulke pakketjes te krijgen van de breiboerderij. Dankjewel weer, Rieneke, wat je op hebt gestuurd. Ik vroeg voor zilver en goudgaren. Ik ga eens kijken wat er allemaal in zit. Zilver, goud en lekker een beetje fluffy voor de baard en een kerstmuts van Sinterklaas, of Sinterklaas, van de kerstman. En de rode glitter. Nou, ik kan weer even vooruit met mijn kerstproject. Waar ik nu al mee start, maar dat is toch wel handig, want dat had ik niet. Dus ja, vaak komt dat er toch in voor. Dus dank... Goedemorgen. Ik heb nog een beetje kleine oogjes. Het is vroeg in de ochtend. Ik ben weer aan het werk. Ik zit weer op mijn werkplekje. Pakje thee erbij. En ja, ik heb vannacht weer te lang doorgelezen. Ik heb weer een goed boek van Lucinda Riley. Volgens mij de laatste die ik van haar nog moet lezen. Alle zeven zussen natuurlijk gelezen en al die andere, het meisje op, hoe heet dat, Italiaanse meisje, ik weet niet, al die namen, titels weet ik allemaal niet meer, maar nu ben ik de Vlinderkamer aan het lezen en die is ook echt, ik vind het altijd weer knap hoe zo'n schrijfster, hoe zij als schrijfster dat doet. Eerst moet je een beetje aan een verhaal en de personages wennen en als je er eenmaal in zit, dan zuig je, ja, dan gaat zo'n verhaal leven, gaan die personages leven. En ja, zit je er weer helemaal in en blijf ik dus ook weer doorlezen. Dus ja, ben ik weer veel te lang doorgegaan. Dus kleine oogjes vanochtend. Lief, ik kreeg eergisteren een berichtje van Micha, kleinzoon Micha. Hij kan nu natuurlijk lezen en schrijven. Hij zit in groep 4. Dus hij had op WhatsApp van Daphne had hij getikt. Oma, kom je mijn nieuwe kamer bekijken? Dus ik ga het straks tussen de middag even... lopen, heb ik gelijk mijn beweging gehad en dan ga ik zijn nieuwe kamer bekijken. Een beetje wennen dat hij kan lezen en schrijven, want laatst was hij hier en toen keek hij naar mijn WhatsApp en toen zei hij, oma, wie zijn de Tolse Troela's? Dat is een WhatsApp groep met vriendinnen die ik heb. Nou ja, goed, dus sowieso is het een lekker mannetje. Hij is dit jaar, of in ieder geval afgelopen Sinterklaas, kwam hij erachter dat Sinterklaas eigenlijk niet bestond in het figuur Sinterklaas. Dus Daf had hem uitgelegd hoe het verhaal een beetje in elkaar zit. En dat Sinterklaas wel had bestaan en dat we dat papa's en mama's nu het verhaal doorgeven. En op een gegeven moment zei hij, dat kan helemaal niet, Sinterklaas bestaat wel, want ik heb hem aan de telefoon gehad. En wat deden we nou altijd? Jeroen belde altijd 5 december. Pakjesavond, wanneer zij dat deden, belde die altijd met de telefoon. Dag Sinterklaas, dag Jamiga, met Sinterklaas. En dus hij zei, ik heb Sinterklaas aan de telefoon gehad. Dus Daphne legde uit dat dat opa was. Nou, toen had hij zo ongelooflijk lol dat het opa was. Toen zei hij, nee, dan was dat opa. En het grappige is dat hij het dus nooit gemerkt heeft dat dat Jeroen was die hem belde. Want de eerste keer dat Noah opnam, zei ze gelijk, hey opa, terwijl hij wel zei, hallo Noah met Sinterklaas. Toen hoorde ik haar zeggen, hey opa. Dus ik dacht, ja, het is vrouwelijke intuïtie of zo, ik weet het niet. Maar Micha heeft het dus nooit doorgehad. En hij had daarna zo'n lol dat het Jeroen was die hem had gebeld. Dus nou, het was het verdriet, want hij vond het ook wel weer een beetje verdrietig dat het dus niet echt was. Maar was het verdriet van Sinterklaas gauw over. En hij vindt het nu ook wel stoer dat hij nu een soort geheimtje heeft, want Noah weet het natuurlijk nog niet. Kijk eens, we filmen mij. Yes, kijk eens, als we naar de bed. Wauw. Was er eens een ruimtepak in jouw tijd? In mijn tijd? Toen ik een ruimtepak had? Nee, dat niet. Was het toen veel mooier. En je boeken, André het astronautje. Ik vlieg echt. Mooi hoor. Druk bezig met Rosanne. Net allemaal filmpjes er ook van gemaakt. Want dan kan ik ook weer verder. Want vaak is het ook gewoon als je aan het haken bent. En je gaat verder. Dat je dan denkt, oh ja, ik moet het ook nog op de film zetten. Dus ik ben nu nog met dit worden de mouwen. Daar ligt het... De trui al. Ik heb hem even op een hoekje gegooid, want hij lag een beetje te veel in beeld. Maar filmpjes maken is ook altijd best wel een heel karwei, maar altijd weer fijn als het gebeurd is, want dan kan ik weer verder. De nieuwe knippie is binnen. Yay! Oh nee, het is knip. Het is knip. De nieuwe knip is binnen. Wat ik leuk vind aan de knip is dat er ook wat vollere mensen in staan tegenwoordig. Kijk maar.
Dus niet alleen maar hele slanke modellen, maar voor alle lijven. Meteen zin in het voorjaar. Hoe is het? Aho. Ja. Lekker. Is lekker. Ga je heel spreiden. Ja. Ik heb de voor- en het achterpand aan elkaar gezet. En dan het enige wat je dan hoeft te doen is meten vanaf waar je mouw komt tot aan je. We zijn aan de wandel in het zonnetje. Het Tolse landschap. Heel mooi. Hallo. We hebben bijna 2,5 kilometer. Nog even doorzetten. Oké? Okay? Ja, lekker. Deze leuke kerststerren op mijn blog te zetten. Die heb ik gisteren even gemaakt met twinkel van scheepjes. Kreeg ik van Rineke opgestuurd, dus ze zijn weer grappig. Je kan ze dan straks, je kan ze ook gewoon als kerststerretje of sterretje haken. Maar dus dan ben ik nu bezig met mijn blog te schrijven erover. En ik heb hem ook uitgetekend in Stitch Fiddle, dus ja, als je dat fijner vindt, kan je die gebruiken, dus die komt ook op mijn blog. Dus ja, dat is altijd wel weer handig om te doen. Dus ik ben hem even aan het afmaken, dan kan die online. Is vandaag weer opnamedag en dat doe ik meestal zo. Dus mijn statief staat dan zo en dan bij de tafel. Het is niet helemaal ideaal, want je moet eigenlijk van bovenaf filmen. Maar goed, daar moet ik nog eens een keertje voor kijken en dat is een beetje moeilijker haken. Maar op zich gaat het ook zo prima. Nou, mijn telefoon heb ik nu. Ik heb nu een nieuwe telefoon en die neemt eigenlijk wel heel goed op. Nou, mijn mouw heb ik af. Ik wil alleen nog even de steek laten zien. De averechtse steek, de Tunische steek. Die heb ik al een beetje opgenomen, maar niet helemaal goed. Dus die moet ik nog even laten zien. Dus voordat ik mijn andere mouw ook afmaak, moet ik dat eerst even filmen. Nou, voor- en achterpand is al af. Dus tweede mouw even afmaken en dan heb ik de trui bijna klaar. Even nog in elkaar zetten. Maar komt goed. Leuk. Nou, trui Rosanne. De mouw zit erin. Aan één kant. Ik heb hem net helemaal dichtgemaakt. Keurig. Hij loopt netjes over. En hij past. Ja, goed. Deze kant moet nog dicht. Het is wel een lekkere, super ruime trui geworden. Maar ja, goed. Daar hou ik van. Ik vind de boothals ook heel leuk. Ik vind die strepen, het maken hem toch iets minder saai. Nou ja, goed, een gehaakte trui wat als een gebreide trui lijkt, dat is natuurlijk wel echt super handig. Dus nou ja, goed, ik ben er heel blij mee, dus bijna af en dan kan ik het patroon uitwerken en dan het filmpje is al bijna klaar. Dat maak ik elke keer al mee, dus helemaal blij ermee. En nog eventjes nieuwe boeken op mijn Kobo zetten, want ik heb mijn boek uitgelezen, dus deze ga ik nu bij de online bibliotheek heb ik die geleend. Dan sluit ik hem aan en dan kan ik hem zo naar mijn e-reader slepen en dan staat hij erop. Dus ik heb weer wat aardig wat boeken erop gezet, hartstikke handig, allemaal leuke dingen. Dus ik ben benieuwd of er weer wat tussen zit. Kijk, ze staan erop. Ik heb hem geopend en daar staan mijn nieuwe boeken, dus zo makkelijk gaat dat. Je moet alleen even Adobe Digital Editions erop zetten. Maar als dat er eenmaal op staat, dan kan je heel makkelijk boeken op je Kobo zetten. De groentebroer is net geweest. Allemaal vitamintjes, groente, fruit, heel veel persinesappelen. En ik heb net lekker hard gelopen. Dus ik ben goed bezig vandaag op mijn laatste vrijdag, morgen weer aan het werk. Na een heel lang weekend. En omdat ik toch nog moet douchen, ga ik gelijk mijn haar verven. Dus ik heb de van L'Oreal altijd de white chocolate, extra licht als blond. Want ja, er is gewoon weer uitgroei, jongens. En daar baal ik van. Nou ja, baal ik van. Om de zoveel weken doe ik dat gewoon. En dan wordt toch ook gewoon echt grijs. Ja, het is de leeftijd. Heb je gisteren nog naar Kruispunt gekeken over de overgang? Dat toch wel heel veel vrouwen last van hebben. 80% zeiden ze. En dat het vaak verward wordt met allerlei andere klachten. Wat ik ook echt elke dag moet doen is gewoon, hier komen opeens allemaal haren. Van die grote
witte, stugge haren. Dan denk ik, och, soms voel ik het. Dan denk ik, je moet eruit. Niet mooi, niet knapper op naarmate je ouder wordt. Zeker niet als je het hebt hard gelopen. Dus ik ga mezelf eens even een beetje bijspijkeren. Kijk, en dan zie je er gewoon zo uit. Dus ja, dan moet het nog even intrekken. Het leuke van deze vlog is dan ook wel weer, toen ik een keertje het ook over de overgang had, dat iemand zei, oh, zo herkenbaar. En echt, het gaat over. Nou, daar hou ik me dan ook maar aan vast. Dus ja, we moeten het ermee doen. En ik merk wel, als ik meer beweeg, gezonder eet, meer slaap, beter slaap, minder alcohol, dat ik me dan ook wel beter voel. Dus, nou ja, goed, daar moet je gewoon ook op letten. Dus dat ga ik dan ook maar gewoon even braaf doen. Het is woensdag en ik ga weer aan het werk, dus ik zit achter mijn laptopje en ik ga straks ook weer in een overleg met collega's. Dus ik heb mijn nieuwe trui aan. Hij zit echt heerlijk. Dus straks ook nog eventjes foto's ervan maken. En, nee, ik hoop van het weekend het patroon ook uit te werken. En dan kunnen mensen hem gaan maken. Want ja, ik krijg er wel veel reacties op. Dus wel leuk om te zien dat mensen hem zo er enthousiast over zijn. Ja, ik ben er zelf ook enthousiast over. Hij zit heerlijk. Sowieso ben ik echt fan van Amira. En ik hoorde van Rieneke dat er ook weer hele mooie nieuwe kleuren aan zitten te komen. Nog een leuk nieuwtje. Ik kreeg gisteren via LinkedIn een journalist van PZC, die ik laatst bij de bibliotheek in Sint-Anneland had gesproken. Die vond het wel heel leuk om het over juf Sas te gaan hebben. Dus binnenkort ook een interview met de PZC. En naast een smoothiemaker hebben we ook een sapmaker. Dus van de worteltjes, mango, appel en paprika en een beetje gember ga ik een sappie maken. Superleuk! Om dus meer groenten binnen te krijgen, dus heb ik nu ook... Nee, ik heb de appel eruit gelaten. Het is pastinaak geworden. Wortel, paprika, mango en gember. Dus een lekker sappie. We beginnen in januari gelijk met een gave giveaway. En deze giveaway mag ik in samenwerking doen met uitgeverij Librero. Doe je mee? Nou, leuk dat je de vlog weer bekeken hebt. En tot volgende week.